Vandaag een nieuwe video. Een korte video, namelijk een nieuwe uitgave van een nieuw spel van een oude spelcomputer. In dit geval de Atari 2600. De Atari 2600, je misschien in mijn vorige video al online staat, weet ik nog niet, volgens mij nog niet. Maar dan doe ik een unboxing van de Atari 2600 Plus. Dus eigenlijk een Atari 2600 die nog bijna 50 jaar is heruitgegeven door Atari zelf. En allemaal officieel licenties, kom even niet op het woord, maar allemaal officiële licenties van Atari. Atari doet dit allemaal zelf. En ja, is heel tof. Dit is het eerste spel wat ik heb gekocht. Ik heb meer spellen gekocht, want die zijn echt retro uit de jaren 80. Die doen het gewoon op het systeem. En dit is een nieuwe uitgave. En ja, ik wil er toch even snel een video over maken. De doos zelf voelt goed aan. Echt zoals een NES game vroeger of een Atari game, voelt toch stevig aan. Voordeel van deze nieuwe doos is, als je oude Atari doos hebt, die moest je open scheuren. Moest je eigenlijk de lijm los trekken. En dit is eigenlijk zoals een NES, dat een doos vanzelf open gaat, dat je ze open dik kunt maken. De print is heel hoge kwaliteit. Mr. Run and Jump. Videogame cartridge. Ja, daar hebben we PG erop. Dus de leeftijd vereist. Dat hadden we vroeger niet. Dat bestond vroeger nog niet. Maar deze is vanaf 3 jaar te spelen. Mr. Run and Jump op de zijkant. Op de achterkant. Nou, mooie gekleurde doos. De controller van de Atari erbij. En als je dan hier heel klein ziet, zie je 2023 Atari Interactive. En ja, voor mensen die het leuk vinden. Hier staat de tekst waar de game over gaat. Ja, vroeger hadden we altijd op de dozen staan in verschillende talen waar de game over gaat, wat eigenlijk het doel van het spel is. En dat is eigenlijk sinds zeker tijd is dat niet meer. Dus eigenlijk, ja, staat er wel een geval in een game, maar dat het allemaal zo in verschillende talen vertaald kort staat, is eigenlijk wel zeer tof en voelt retro. De game zelf is indrukwekkend voor een 2600 game. Het is 8-bit, maar ja, het is eigenlijk een game waar je steeds moet rennen. Het karakter blijft rennen en je moet obstakels uit de weg zien. Dat is op tijd springen, op tijd op een ladder komen en dat spel gaat maar door en door en door. Totdat je bijvoorbeeld een parcours hebt bereikt. Als ik hem open maak, even kijken. Die zit nog altijd goed dicht. Even kijken. Excuus voor het camerawerk. Hier zit hij toch goed dicht. Eens kijken, dan moet ik hem toch open krijgen. Ah, daar komt hij. Wat heb ik hier? Hier hebben we de cassette, denk ik. Ja, oh, dat is wel leuk gedaan. De cassette zit nog eens in een aparte sleeve. Wat ook wel heel bijzonder is eigenlijk, dat hadden we vroeger niet. En de cassette zelf, ja. Mensen die bekend zijn met 2600, die weten gewoon wat voor cassettes dat vroeger waren. En ja, ze heeft geen lock systeem. Vroeger had je dan dat de cassette, je zag de printbord niet, dan was dat dicht. En dat je dan in de console duwde en dan ging dat hier een soort deurtje open, dat stof vrij werd. Maar het voelt toch vrij gewoon hetzelfde aan als een gewone 2600 game. Of een gewone game van vroeger. Heel tof. Misschien zit er ook nog een manual in. Nee, zit geen manual in. Dat is wel minder. Had ik toch wel graag gezien bij een retro game dat er iets van een manual is. En gebruikershandleiding is echt niet erbij. Hier staat wat staat op de achterkant van dit. Niks. Dus ja, dit is eigenlijk, ja goed, een kleine korte video. Het aparte van dit vind ik wel dat ze toch wat prijzig zijn. Ik zie ze op bol.com staan, op meerdere sites hier in Nederland, voor 60 euro. Ik denk, ja, gaat toch wel wat ver, vind ik. Ik heb deze geïmporteerd van de Amazon in Duitsland. En dat zit rond 30 euro met verzendkosten. Is ook nog vrij prijzig voor een game van dit. Maar ja, voor de verzameling, hè, zou ik zeggen, 30 euro is best te doen. Ik heb de game nog niet gespeeld, misschien komt er een aparte video van. Maar dit wilde ik even met jullie delen. Een echte nieuwe game, uitgegeven door de uitgever, officiële uitgever zelf, Atari. En dit voor een spelcomputer van bijna 50 jaar oud. Dus heel tof. Bedankt voor het kijken naar deze video en goodbye.